Oké dan. Tijd om naar boven te lopen. Of ja, te klimmen eigenlijk. Want ik moet een berg op. Great. Ik moet deze berg op naar de toren. En deze mannen zijn blijkbaar allemaal scheiterd of zo. Ik weet het niet helemaal, want er zit een geest bovenin. Sure. Maar ik heb wel een drakenei bij me. En dat lijkt op een... Wow. Oké, dat was echt de zon. Dat lijkt op een heel hoog punt waar ik dat drakenei neer kan leggen. Dus hey, let's go. Ik geloof niet in geesten. Ik geloof niet in... Weet je, Gondor, dat zijn sowieso een beetje stokers. Weet je, je moet ze niet zoveel geloven. Soms zijn ze wel slim. Soms heb je wel wat aan ze. Maar ik ben een elf. Ik ben natuurlijk slim. Ik heb genoeg gehoord over Gondor. Natuurlijk toen ik nog thuis was. Wat ik me wel kan herinneren. Maar, I don't know. Ik weet het niet. Heb ik mijn drakenei nog bij me? Ja, oké. Altijd even checken natuurlijk. Alright, hier ben ik. Hallo? Hallo? Niemand thuis? Wat een verrassing. Oké, nou, we gaan naar binnen. Laten we gaan, I guess. Hallo? Oké, ik denk dat deze... Holy shit! Oké. Yo, calm down. Alright, ik ga... Hallo? Hallo? Oké, nou, dan niet. Kan jij met me praten? I mean, zijn jullie gevangen door Gondor? Zijn jullie gevangen door... Mag ik naar... Zijn jullie... Ben jij vriendelijk? Oh my god. Ben jij gevangen door Gondor? Hallo? Mag ik naar boven of... I don't know why... Ah, hij zit me zo... Oké, fuck dit. Hij zit hem echt vet aan te staren. I don't know wat er gebeurt. Hey, holy shit! Alright, calm down. What the hell? Waarom zitten er nog zoveel orks in deze toren? Gondor, hallo? Moet ik... Oh, gek! Waar komt deze in? Yo. Slaap lekker. Gondor, what the hell? Ze zijn hier dus echt niet binnen geweest. Het lijkt wel alsof ze het al een beetje hebben gesloopt. Dus ze zijn eigenlijk wel binnen geweest, denk ik. Maar... Misschien hoe verder ik kom, hoe minder er gesloopt is. Want toen durfden ze niet meer. Omdat ze geluiden hoorden. Ja, sure. Maar, oh my god. Ze hadden deze Uruk-heist er ook wel even uit mogen halen. Get out of here. Jesus. Oké. Hoor ik nog iets of niet? Oh shit, nu val ik zelfs door een gat heen. Dankjewel, Gondor. Goddammit. There we go. Hallo? Ben ik al bijna boven? Oh, Jesus. Auw, gek. Get out of here. Come on. Critical hits, please. Critical hits. Critical. Nou, never mind. Hij is toch neer. Oh, een chestplate. Would you look at that? Oké, calm down, son. Heb ik jou niet... What the hell? Twee? Alright, drie. Ik zie er nog eentje. Waar komen jullie ineens vandaan? Ik pak mijn Gondor Lance erbij. Solomiet erop. Wow, wat is hier? Wacht even. Nee. Wat is er? Wat gebeurt er allemaal? Guys. Sta. Sta. Oh. Jeez. Ik ga al bijna dood ook hier. Gondor, yo. Wat de, waarom zit hij hier wel... I mean... ik zit echt op te letten, maar... Is hier wel een deur? Wow, het is helemaal begroeid. Hallo? Oh, het stinkt hier ook. Oké, moet ik nog even deze laatste oor killen hier misschien? Er staat hier nog eentje ergens, toch? Ik hoor hem kreunen gewoon, wat hij altijd doet. Oh, ik hoor hem doodgaan nu zelfs. Never mind, we gaan naar binnen. Is het een heks? Natuurlijk niet. We gaan gewoon naar binnen. Jesus. Hallo? Oh my god. What the hell? Oké. Veel vragen. Waarom ligt daar... Is dat... What is going on? Waarom staat hier een zandloper? Waarom... Is dat een... Wow! Een kluis? Wat steekt die door... I don't know. Ik ben bang. Een kist. Even kijken. Wow! Oh, dit ziet er super tof uit. A letter to my love. Wat de... Oké. Hier rolt een flesje in de plaats. Waarom niet? A letter to my love. Alright, nou. We gaan hem lezen. Niet de map. A letter to my love. Ik ga toch maar... Weet je, laten we buiten gaan staan. Hier is het... soort van veilig. Oké, komt-ie. Dear Narbor. Narbor? Wat is dat voor naam? If you will ever receive this letter, I want you to know that I am still alive. Alright, I was on my way from the Iron Hills to see you in the Misty Mountains, but when I arrived in the fields of Anduin, I could not believe my eyes. Gondor was there. They had imprisoned all elves and rangers in the area. Wacht, wat? They had imprisoned all elves and rangers in the area. Wat, Gondor? Ja, sure. What is going on?
As stupid as I am, I sneaked up to them and tried to talk with them. As soon as they saw me, they captured me and threw me in the prison with the elves and rangers. Ze is gevangen door Gondor? Is dit een dwerg? Wat is dit? Dit is geen dwerg, toch? I was on my way from the Iron Hills. Is dit een... Oké, we gaan verder lezen. After a few days, they moved us to where I am now, Mount Gundabad. I can hear them talk about sending letters to Lord Denethor. Daar heb ik eentje van gezien. What? They always laugh when they are writing the letters. I think they aren't telling Lord Denethor the truth. These men of Gondor are planning to gain more power than the Lord himself. What? So they can throw him off the throne? Is dit geschreven door een of andere... Wat is dit voor dwerg? Ik neem aan dat het een dwerg is. Wat is dit voor een of andere vage dagboek of zo? Of wat is het brief? But Denethor doesn't know. I heard he sits on his throne every day. They have no mercy. They torture the orcs and uruks for their pleasure. Wat is dit voor vaag... Is dit een... Waar gaat dit heen? Dit is heel raar. Een of andere rare fantasie. From the outside it looks like Gondor freed Mount Gundabad from the evil that was here. But in fact, I think Gondor is becoming more evil than Sauron himself. Sure, alright. Ga ik verder lezen? Het zal wel. I think they plan to slowly overtake all of Middle-earth. Someone must alert Lord Tranduil, King Thorin and Lord Theoden. For what? If you manage to come and rescue me, I have prepared a special stone which we can use to summon your dragon. Dragon? Whoa! Okay, nu wordt het interessant. If this letter doesn't reach my love, I hope the one that does read this takes action against Gondor. Good luck, stranger. Arakani Voldgrog. Voldgrog? What, wait, draak. Draak? Summon your dragon. Mijn draak? Wacht even, waar is die brief van die andere knakker? Van die andere dwerg? In zijn huisje dat ik niet gevonden had. Even kijken. Whoever finds this, blablabla. Please, instructions. It needs to be behind a stop. Ja. Good luck, stranger. Oh, er is nog een pagina. Narbor Voldgrog. Wat? Dear Narbor... Arakani... Oké, wait. Oké, wat? Wacht, wat zit er in deze kluis? Een dwarven marriage ring. En een doosje waar de ring in kan. Wacht, wat? Is dit de vrouw van... Hoe heet die? Narbor? Van de dwerg van wie ik het ei heb en de dwarven marriage ring? I mean, zij heeft er ook een. Oh my god. Is zij dit? Hallo? Ja, waarom praat ik er tegen? Jesus. En wat zit er achter deze deur? En waarom staat hier een zand... Zoveel vragen. Maar ik heb een... Wat zei ze? Ze heeft een plekje klaargemaakt voor de draak. Toch de laatste pagina. If you manage to come and rescue me, I have prepared a special stone which we can summon... Of we can use to summon your dragon. Een speciale steen waarmee ze mijn draak kan oproepen. Ik zeg al mijn draak, want ja, natuurlijk. Is dat achter deze deur? Oh! Oh my god, ik zit ook gewoon vast in... Wat zit er achter? Oh, Jesus Christ. Het zijn gewoon orks. Tuurlijk. Get out of here, boys. Gundabad ork. There we go. Holy shit. Wow. Doe dit pijn als ik hier tegenaan sta? Waarom probeer ik het eigenlijk ook? Holy. Damn. De orks wilden echt niet dat zij hieruit kwam. Want ik gok dus. Deels van dit verhaal... Of dit verhaal is deels waar, denk ik. Maar dat zij zegt dat Gondor haar gevangen heeft en haar ingestopt heeft. Tuurlijk niet. Ik geloof er echt niet. Ik ben net nog bij Gondor geweest. Daar klopt niks van. En ik heb net allemaal orks gekillt die in deze toren zaten. Dus I don't know. I don't know wat er gebeurt. Weet je, ik ga... Gondor die durft hier natuurlijk niet naar boven te komen. Misschien omdat ze iets hoorden. Misschien hoorden ze deze twee orks die hier stonden. Ik ga deze gewoon straks naar beneden brengen. En dan ga ik het aan Gondor laten lezen. En dan kunnen zij natuurlijk lachen, want what the fuck. Maar goed. The Ancient Dragon Egg. Dit is de steen, denk ik. Look at that, hij gloeit helemaal. Oh, damn. Oké, ik leg hem erop. En nu? Hello? Hello? Misschien moet ik hem poken? Oh! Oh, wat de... Hij is van... Hij beweegt. En hij is veranderd van kleur. What? Gaat iets gebeuren? Hello? Oh, I'm sorry. Oh my god, ik heb het geslagen. Ik hoorde hem kapot gaan ook. Oké, misschien moet ik het even wat tijd geven. Weet je, in de tussentijd breng ik wel even de brief. Waar is die? Waar is a letter to my love? There we go.
Laat ik deze even naar Gondor brengen. Dit is echt hilarisch. Sowieso kunnen zij hier ook om lachen. Let's go. Oh, die toren lijkt toch best wel hoog als je helemaal naar beneden loopt. Maar goed, volgens mij zijn we er bijna. There we go. Hello. Oh, hey Gondor. How's it going, guys? Wow. Gondor? Wat? Jongens, wat gebeurt er? Oké, is er eindelijk qua jongens of zo? Oké, ik ga terug. En laat me met rust. Wat doen jullie? Gondor, wat? Auw. Gondor.